Dag iedereen, welkom bij een nieuwe FPL-show. Thibaut Courtois bewees gisteren nog maar eens het belang van een steengoede keeper. Tijdens de play-offs is iedere redding cruciaal en kan het je team belangrijke punten opleveren. De gatekeepers van de Jupiler Pro League kastelen, daar draait het om vandaag in Fantasy Pro League. Ze zijn met vier in de Champions Playoffs, vier doelmannen hongerig op zoek naar clean sheets en in de running om zich tot beste doelman uit de competitie te kronen. De eerste dat is Hendrik van Krombrugge op een vierde plek met 121 punten. Redde hij vaak genoeg de meubelen bij Lemov. Het is ook niet voor niets dat hij bij Anderlecht op een vierde plek staat, net achter Rafaelov, Gomez en Zirkzee. 10 clean sheets tot dusver, maar hij zal nog iets beter moeten doen om de top 3 te halen. De derde plek op het podium wordt ingevuld door Simon Mignolet. 128 punten, 7 meer dan zijn paarse concurrent, maar zal sterk moeten eindigen om niet van het podium te vallen. De dubbele confrontatie met Union die volgt en zal hoe dan ook een historische tweekamp worden. Maar Big Sai die heeft uiteraard niet liever. 13 clean sheets voor Simon Mignolet, evenveel als Jean Buté. Het valt nog af te wachten aan wie zijn kant het geluk staat tijdens die laatste twee wedstrijden. Op een tweede plek met 136 punten blijft Jean Buté ons verrassen met bovenmenselijke saves. Hij speelde dan ook niet meer dan normaal een hoofdrol dit seizoen bij Antwerp. Een uitzonderlijke speler die zijn handen weet te gebruiken, maar blijkbaar ook zijn hoofd. Kijk maar even mee. Jean, he seems like a smart guy. You know, I haven't asked him about his education, but I think he'd be, you know, a smart guy. Yeah. You know, he's taking his coaching license, so he's always studying about this. So yeah, I would say yeah, they're probably the most. 7 punten, dat bedraagt de voorsprong van Anthony Morris op zijn eerste achtervolger Jean Buté. Hoe dan ook zal de strijd om de beste keeper te worden in FPL spannend blijven tot het bittere einde. 16 clean sheets al met voorsprong, een van de revelaties dit seizoen, net als zijn volledige ploeg. Daar kunnen we gewoon niet omheen. Hoe dan ook, Anthony Morris kan een van de auteurs worden van een van de mooiste verhalen in het moderne voetbal. Maar daarvoor moet er nog 4 wedstrijden tot het uiterste gegaan worden. Wie wordt volgens jullie de beste doelman in FPL? Laat het ons zeker weten in de comments. Place your bets en graag tot een volgende keer. Tot dan!